soort van spend the morning with me en dan gewoon realistisch. Maar de calorieën zijn verbrand.
de morgen, lieve mensen. Het is vandaag woensdag. En ik dacht, ik film even een andere video dan normaal. Een soort van spend the morning with me. En dan gewoon realistisch. Gewoon hoe ik lekker opsta, me klaarmaak voor de dag. Maar vandaag doe ik dus... Zo ziet het dus uit als ik geen verplichtingen heb of naar mijn minor moet of iets dergelijks. Dan ga ik gewoon eerst lekker mijn gezicht reinigen, tandjes poetsen, kleed me aan voor de sportschool. En dan drink ik dus even wat water. Ik heb echt al 3-4 glazen denk ik erachter getikt. Dat is zo dorst. Maar omdat ik dus niet meer ontbijt in de ochtend, doe ik dus nu lekker gewoon alleen wat drinken. En dan ga ik naar de sportschool en dan ga ik daarna gewoon eten, douchen en me klaarmaken voor de dag. Dus ja, ik drink even dit glas water op en dan ga ik dus naar de sportschool. Ik doe trouwens weer een schemaatje volgen sinds gisteren. Want eerst ging ik naar de sportschool gewoon een beetje op het gevoel waar ik zin in had. Gewoon dat als ik de spier goed voelde, weet je wel, als ik gewoon mijn billen wilde trainen, ging ik gewoon lekker oefeningen doen waardoor ik het gewoon lekker voelde. Maar ik hield het daardoor niet echt goed bij hoeveel gewichten ik bij elke oefening deed en hoeveel setjes. En ik had niet echt een duidelijk schema. En ik had vroeger altijd de app van, hoe heet die? Evolve You. Dus van Owner Active, van dit merkje ook. Dat is van Chrissy. En ik heb die app dus nog steeds. En ik ging hem even openen. Maar die van haar vond ik nooit zo super chill. En toen is er dus nu een nieuwe trainer bijgekomen. Ik weet alleen even niet hoe zij heet. Maar zij heeft dus een ander schemaatje gemaakt dan Chrissy altijd zelf. Kijk, want je kan hierin dus naar je workouts gaan. En dit is dus een nieuwe persoon. Ik weet alleen even niet wat haar naam is. Oh, hier staat het. With Makalaya Mary. En dan heb je hier dus gewoon je workout. En hierin gewoon heel het schema. Dus hier hou ik me gewoon aan. En ik zat een beetje te kijken wat zij dus deed. Ik had gisteren dus upper body gedaan. En ik deed namelijk zelf ook al wel een beetje deze oefeningen. Dus even laat. Kijk, dit soort dingen. Ik wilde pull-up een beetje gaan oefenen. Barbell deed ik altijd al wel. Cable single arm deed ik altijd al wel. Die triceps dips en zo deed ik ook altijd al voor mijn triceps. Dus ik dacht, dit is super chill. En hiermee train je ook dus 2 dagen in de week je glutes. Ze doet altijd een warming-upje. Die doe ik niet altijd per se. Maar hier gewoon allemaal dit soort dingetjes. En als je dus iets anders wilt doen, kan je hier op het pijltje klikken. En dan krijg je een soort van alternatief wat je daarvoor kan doen. Bijvoorbeeld hier ook. Kan je gewoon kijken wat je dan iets anders kan doen. Dus dan kan je het ook helemaal naar je eigen wensen invullen. Plus je kan, als je de workout begint, dat kan ik hier niet laten zien denk ik. Even kijken of dat hier wel kan. Normaal staat er hier in het midden zeg maar een gewichtje. En dan kan je dus je aantal gewichten invullen en hoeveel herhalingen je hebt gedaan. Dus ik vind het wel heel chill. En hier train je dus 2 keer de glutes in. Dat vind ik ook wel nice. Want dat deed ik eigenlijk maar 1 keer. Maar dat kan dus eigenlijk prima 2 keer. En hier heb je gewoon lekker een full body. Dat vind ik ook wel chill. Maar die ga ik even aan het eind van de week schuiven. Dit kan je namelijk ook allemaal gewoon lang vasthouden. En dan kan je het verschuiven. Of je kan het zelfs verwijderen als je het niet wil doen. Dus zo vind ik het eigenlijk wel heel relaxed. Dan heb ik overzichtje. En dan hou ik gewoon lekker mijn gewichten en zo bij. Dat vind ik wel chill. En deze is 12 weken. En er zit dan ook een weekje soort van mobility in. Dus dan ga je gewoon een beetje stretchen en wat rustiger aan doen. Een soort van, hoe noemt men dat? Oh my god, voor mij dan. Hoe noem je dat? Dat heeft gewoon een soort van deload weekje is dat volgens mij. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel heel relaxed. Dus ik ga dat 12 weekjes lekker volhouden. En dan een beetje mijn vooruitgang bijhouden ook. Dus mijn gewicht en een beetje foto's maken. Ik ben helemaal weer op dreef. Ik vind het heerlijk. Maar ik drink even dit glaasje op en dan ga ik lekker naar de sportschool. Alrighty, ik heb mijn spullen gepakt. Glaasje water op. En ik heb even mijn... Er kwam dus deze brief binnen. Ik heb namelijk samen met Kenzo nu een gezamenlijke rekening geopend. Kijk, we krijgen dus nu zo'n pasje. En ik heb hem nu even geactiveerd in de app. En nu heb ik hem dus in mijn Apple Wallet gezet. En nu heb ik dus hier 2 passen staan. Dus als ik deze wil, kan ik daarop klikken. En als ik deze wil, dan kan ik daarop tikken. Dit is toch cool? Nu moeten we alleen nog even geld op die rekening zetten. Maar ik vind het echt zo chill. En we gaan dan gewoon, iedere maand zetten we daar gewoon
allebei hetzelfde bedrag op. En dan doen we daar dus gewoon lekker de boodschappen van. Zodat we het gewoon allemaal heel overzichtelijk hebben. En dat we dus gewoon echt die boodschappen gewoon duidelijk splitten met elkaar. Dus ik vind het helemaal mega. Maar ik doe mijn helmpje op, want ik ga op de scooter. Alleen is mijn scooter dus naar de maker. Ik hoop dat hij vandaag wel klaar is. Maar ik ga dus even op Bico's scooter. Dus die moet ik even uit de berging halen. Ik hoop dat mijn oortjes nou open. Ja. Die zitten er ook in. Zo. Dus die moet ik even uit de berging halen. En dan ga ik lekker naar de sportschool. Ik niet in. Toen dacht ik, nou dan leg ik er een soort van gewicht bij mijn billen, zodat ik hoger zit. Maar toen alsnog bij mijn rug zat hij niet goed. Dus daar was ik zo lang mee aan het kutten. En toen dacht ik, nou, doe ik toch maar gewoon een normale hip thrust. Dus gewoon de barbel en dan, hoe heet het? Dat laat ik er een beetje op. Maar ik ga dus nu, wat ik gisteren had gemaakt. Ik had meal prepjes gemaakt met kippen allemaal en zo. En tomaatjes en soja. Room en zo. Dus dat ga ik nu lekker opwarmen met rijst. Maar ik moest dus gewoon een normale barbel met gewichten en zo. En dat duurde allemaal gewoon heel erg lang. Want ik heb niet super veel oefeningen gedaan. Maar het was gewoon meer dat ik lang bezig was met het opbouwen en afbouwen van de apparaten. Dus dat was een beetje jammer. Ik heb via mijn app was ik echt 1,5 uur in de sportschool. Maar de calorieën zijn verbrand. En ik ga nu lekker mijn eten opwarmen. Want ik sterf.
En ik denk dat ik alvast een shakeje ga maken, want oh my god, ik heb zo'n honger. Het is echt niet normaal. Oh, ik kan niet wachten om dit op te eten. Ik ga dit lekker opeten met een sirietje. Mijn bordje. Oh, ik heb zo'n honger. Ik ga eerst een hap nemen. Heet. Mm. Maar ik zet dus lekker mijn serietje aan, de Gilmore Girls. Echt, oh, love deze serie ook. Ik ben nu seizoen 5, aflevering 13. Maar hij heeft 7 seizoenen en ik weet echt niet wat ik ga doen als deze serie is afgelopen. Ik vind het zo heerlijk wegkijken. Maar ik ga dit ook lekker opeten en dus lekker mijn series kijken. Dus ik sluit bij deze video af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Weer eens een keer iets anders. Dit is dus een beetje gewoon mijn realistische morning routine. Hoe ik dan in de ochtend gewoon eerst mijn gezicht reinig. En dan ga ik lekker sporten en dan eten. En dan daarna douchen ga ik zo doen. En dan maak ik me klaar voor de dag. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En een duimpje omhoog te doen bij deze video als je het leuk vond. En dan hoop ik je natuurlijk weer te zien in mijn volgende video.